En we vertrokken. En daar zijn we al vertrokken. Pittige start in het centrum van de baan voor Jacobin de Peijsels, die goed weg is. Aan de binnenzijde moet Kismiduril nog de goede benen vinden. Eén galop, één. We draaien de Gaverbeekbocht in en dat met I Am Smart in tweede stelling. Jacobin de Peijsels, I Am Smart. En in derde positie volgt Hugo Dari. Favoriet liggen tweede en derde. Jurassic Josselin gaat keurig mee op plek 4. Horsewood Pass die ligt dan vijfde met schuin daarachter Jasper Sky. Een lengte verderop zien we dan Heloise Wijnendalen. En die heeft dan anderhalve lengte voordeel op Jalencio Vlak, die het rustig vertrokken is. En achteraan volgt de koploper is Jacobin de Peijsels. Met de lengtevoordeel. Jurassic Josselin is bezig met de positie te verbeteren aan de buitenkant van I Am Smart. In vierde stelling volgt dan Hugo Dari met de lengtevoordeel op Horsewood Pass. Daarachter zien we nog Jasper Sky met Heloise Wijnendalen en Jalencio Vlak in zevende en achtste stelling. Wanneer we de bloze bochten indraaien, en dat doen we nog steeds met een ontspannen Lieven Kanaert als koploper. Die leidt met de lengtevoordeel op I Am Smart, terwijl dat de tweede spoor als een harmonica in elkaar schuift en richting het tweede, derde en vierde gelid kan gaan. Onder impuls van Jacobin de Peijsels komen we richting de tribune. In tweede stelling hebben we I Am Smart aan de buitenzijde, Jurassic Josselin en Jalencio Vlak, die trekt een aanval. We zien de witte bles van Jalencio Vlak oprukken richting de tweede plek, richting Jacobin de Peijsels. En vooraan gaat het er nu wat pittiger aan toe, Jacobin de Peijsels en Jalencio Vlak. Jalencio Vlak die opgerukt is van de achtste naar de gedeelde koppositie. In derde stelling volgt dan I Am Smart met Jurassic Josselin aan de buitenzijde van Hugo Dari. Dat zijn de eerste vijf paarden halverwege de Gaverbeekbocht met Jasper Sky dan op plek 6. Heloise Wijnendalen en Horsewood Pass die volgen. En we komen de bocht uit met Jacobin de Peijsels als koploper met Jalencio Vlak aan de buitenzijde. Hugo Dari die gaat attent mee aan de buitenzijde van I Am Smart. Vijfde volgt dan Jurassic Josselin met de lengtevoordeel op Jasper Sky. Daarachter achter Heloise Wijnendalen, Horsewood Pass, die zit nog steeds achteraan. Moet ze nog allemaal voorbij, maar die kan sterk eindigen richting de 500 meter paal met Jalencio Vlak. Die is ondertussen verlost van Jacobin de Peijsels. Die valt terug als een steen in het water. Hugo Dari die ligt tweede, I Am Smart die ligt derde. Op de vierde plek zien we dan Jurassic Josselin. En we komen dan de laatste rechte lijn in met Jalencio Vlak, die zijn lot in eigen handen heeft. Maar aan de buitenzijde komt Hugo Dari nu heel gevaarlijk opzetten met in derde stelling I Am Smart, Jurassic Josselin die ligt vierde, 200 meter van huis, Jalencio Vlak aan de binnenzijde, aan de buitenkant Hugo Dari met een neklengte achterstand op Jalencio Vlak die vecht echter terug aan de binnenkant, Hugo Dari buitenom, het is een neusjes kwestie, heel lipt aan de binnenzijde, Jalencio Vlak aan de buitenzijde, hadden we Hugo Dari een strijd op haren en snaren tot in de laatste meters. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Jurassic Josselin, I Am Smart en Horsewood Pass, die pakte nog de ereplaatsen mee. Er is fotofinish voor de eerste plaats.